Onlangs vierde Klap Op, het enige nog bestaande straatorkest van Moerestel, een jubileum. Reden genoeg om die club te gaan bezoeken bij camping Lindehoef. Wij zijn niet voor de camping hier, maar we zijn hier voor Klap Op. En dat heeft natuurlijk een speciale reden. Vertel. Ja, Klap Op bestaat 30 jaar, maar dat niet alleen, daarom zijn we niet alleen hier, maar ook omdat we elke zomer de campings aan doen. In verband met het feit dat ons repetitielokaal in de zomer bezet is, is dit noodgeboren. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om voor 10 of 40 mensen te spelen. En eigenlijk is het een veredelde repetitie elke woensdagavond op de campings in de omgeving hier in Moerestel. We stonden vorig jaar 30 jaar. Daar wouden we eigenlijk wel lekker vieren met een buitenlands tripje. Hè, en een dagje weg en de dames mee. Is er allemaal niet van gekomen. Dat is allemaal bekend. En nou gaan we toch misschien dit jaar of volgend jaar nog iets een keertje uitpakken. Maar 30 jaar is wel leuk om te vieren. Alleen het is het water gevallen helaas. Maar nog, we bestaan al 31 jaar. Dus. We praten allemaal over Klap Op. Maar hoe komen jullie aan die naam? Want het is eigenlijk een vreemde naam. Ja, heel leuk. Wij zaten dus de eerste paar weken bij elkaar. En dan moest een naam verzonnen worden. En een van ons alle, ik denk Ardenissen, maar dat weet ik niet zeker. Die zegt, mannen, we klappen erop, hè? Vanavond. We klappen er weer op vanavond. En is Klap Op geboren en een beetje chic geschreven, een C'tje en een dubbel P'tje en een beetje moeilijk doen en dan chic opschrijven en dan komt het leuk van de dag. Maar dat is eigenlijk de oorzaak. We klappen erop. Ja. Jullie zijn eigenlijk met onder het nulpunt begonnen eigenlijk. Jullie konden geen noten lezen, een instrument vasthouden of herkennen of behandelen was er ook niet bij. Hoe is dat in godsnaam gegaan? In het kort, vijf man die zeggen we hebben genoeg gevoetbald, we zijn oud geworden, we gaan muziek maken. Prima, nou, een avond georganiseerd, bij elkaar gaan zitten, ja wat doen we, bla bla bla. Vijf man, ja. Een dirigent zoeken eerst, want anders weten we niks. De week erop Jaco Nes benaderd en die stond in de gesloten deur, maar die kwam toch binnen gelukkig. Heeft ons 3 of 4 jaar goed begeleid, super zelfs. En die is tuut op nul begonnen met een man of 5, 6 en een paar mannen zijn erbij gekomen. En zo zijn wij eigenlijk begonnen en na 5 jaar hadden we ons eerste concertje, hè, voor de dames. Legendarisch voor ons, toch wel. Genoeg gepraat, het wordt tijd dat we muziek gaan maken. Komt er het eerste nummer eens aan? Nou, het eerste nummer is van James Last, onze openingstune. Hè? Goed gezegd, zomaar. En dat is Kate Loos. Het is een beetje een leuk, vlot nummer. En daar beginnen we elke campingtour mee. En de optredens ook. Er zijn er meerdere orkesten in Moerestel geweest, Dinges, Ambiance, maar die bestaan niet meer. En Klap Op die doet het nog vol levendigheid. Hoe doen jullie dat nou? Dat zijn denk ik twee oorzaken. De eerste oorzaak die was de eerste avond al besloten. We gaan niet in een café repeteren, we zoeken de tijd in huis. Café, je kent het wel, hè? Het loopt uit de hand, duur enzovoorts. Dus we zijn thuis gaan oefenen, bij mij toevallig, maar goed, dat is een ander verhaal. En het tweede verhaal is dat wij, ondanks dat we helemaal niet anti-dames zijn, we hebben nooit dames toegelaten in ons clubje, want we vonden het wel leuk om met z'n allen als mannen muziek te maken. En dat is waarschijnlijk ook een oorzaak geweest dat we het leuk uitgehouden hebben, denk ik. Sorry dames. Zo kan hij wel weer. Je zult weinig vrouwelijke fans overhouden, ben ik bang. Dames en heren, hartelijk welkom op de camping De Lindehoeve van de familie Mutsaars. Dankjewel voor de uitnodiging en de koffie vast. Wij zijn elke zomer op campingtour en dan doen we de camping samen met een beetje muziek. We hopen dat jullie dat gezellig vinden en we proberen een leuke avond voor jullie te bezorgen en ook voor onszelf.
bezetting. Vertel er iets over. Ja, onder andere de Jaco natuurlijk gekomen. We hadden drie of vier saxofoons. Een klarinetje erbij in het begin nog. Dus we hebben gewijzigd naar sopraan. En toen kwamen de bariton, een trombonnetje, het slagwerk. Een beetje de bezetting die we nodig hadden, was eigenlijk toereikend. Een paar mensen kozen meteen. Anderen die zeggen van nou, dan ga ik dit wel doen of dat wel doen, want dat was over. En zo is de bezetting tot stand gekomen. En die hebben we eigenlijk toch redelijk in stand kunnen houden. Met af en toe een lid erbij, een lid eraf. Maar door de bank genomen, een stuk of zeven zijn er nog van het eerste uur. Mooi. De mannen staan al een klein beetje opgesteld. Ja. Met hoeveel zijn jullie nu? In principe met ongeveer 10, ooit 11, 12. We hebben twee gastspelers van de harmonie bij die af en toe met ons meedoen als nodig is. En ooit valt er eentje weg, komt er eentje bij. Dus tussen de 10 en 11 mensen hebben we ongeveer als bezetting. En dat is genoeg eigenlijk. Daar doen we het mee. Jullie repertoire, wat kunnen we daar vertellen? Wat voor inhoud is dat? Repertoire, vorige week waren we op een camping met ook wel jeugd. En daar kunnen zien, die kennen de muziek allemaal natuurlijk niet. We hebben veel muziek uit de 60, 70 jaren. Elvis Presley natuurlijk en Frank Sinatra. Maar ook Corrie Konings en ook een walske erbij van de havenzangers. Zo'n beetje van alles wel, maar echt modern spul. Want nu is er niet veel bij, maar dat hoeft ook niet. Want dat vinden we zelf ook niet leuk. Thank you.